Yo mensen, groen van DNPNL met een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met weer een nieuwe reageren video. We gaan vandaag kijken naar de mooiste wereldkampioenschap goals ooit. Ik ben persoonlijk groot fan van wereldkampioenschappen. Ja, ook van Europees kampioenschap. Ik hou gewoon van internationaal voetbal. Nederland, alsjeblieft, haal het EK. Kom op dan. Ik ben een beetje donkerder dan normaal. Dat komt omdat mijn lampen moest ik meenemen voor de bankzitters opnames. Die trouwens erg leuk zijn geworden. Vrijdag komt die via online. Ja, dat gaat dus waarschijnlijk wel weer problemen opleveren. Ja, oh, wat hebben we gedaan? In ieder geval, vind je dit soort video's nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En laten we maar beginnen. Oh, letterlijk. De eerste die van Persie. Oké. Okay. Dit is echt een ongelofelijke wereldgoal. Het is echt niet normaal. Besef even, ik weet niet hoe blij jullie waren op dit moment. Maar ik was zo blij. Ik werd gek. Deze wedstrijd is denk ik een van de fantastische wedstrijden die ik ooit gezien heb, denk ik. Dit was zo mooi, jongen. Oh, holy shit. Wat echt wereldkampioen moeten worden. En dit is ook gewoon, zeg maar, ja, die paas en die run. En het is echt gewoon, dit is toch hoe een doelpunt moet zijn. Even serieus, als we even heel eerlijk zijn. Toch? Van Persie, legend. Hoe je ook lekker gras aan het eten is daarna is ook mooi. Echt lachen. Oké, op nummer 19. Al. Owairan. Hé, het is Nederlands commentaar. Ik heb geen idee wie het is. Oh, hij gaat wel lekker. 1994 ook. Hij rent gewoon door. Ja. 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 Is dit zo'n goed doelpunt? Hij rent gewoon tering hard er doorheen. Wel goed hoor, daar niet van, maar. Alhoewel, dit is ook wel. Ja, dit is wel een goed doelpunt. Ik ben eerlijk, dit is wel een goed doelpunt. Van. Al Owairan. Ik heb trouwens geen idee waarom het een Nederlandse commentator was hier overheen commenteren. Maar maakt het voor de rest ook niet zoveel uit. Ja, ja. Goed zeg. De bal wordt ook gewoon geblokt. Daardoor gaat hij erin. Oké. Hey, ons Gamesje. Zo. Dat betekent dus dat er 17 doelpunten beter zijn dan dit doelpunt van James Rodriguez. Terwijl dit echt een wereldgoal. Dit is echt een wereldgoal. Dit is zo'n mooi doelpunt. Holy shit. Echt niet normaal. Ik vind dit oprecht een wereldgoal. Op dit moment was James oprecht gewoon de man. Ik maak geen grap. Trouwens, even iets anders. RKC is net gepromoveerd naar de Eredivisie. Ze stonden 2-1 voor bij Rus. En toen heeft blijkbaar voor mij de club als een hartaanval gekregen van RKC. En toen zijn ze na door gaan spelen. Stond echt binnen no time. Stond 3-2 voor Go Ahead. En zouden ze niet door zijn. Maar uiteindelijk zijn ze nog wel door met 4-5. What the fuck? Maar waarom speel je ooit een wedstrijd door als je net in de kleedkamer je club als een hartaanval? Daar schrik je toch van. Maar in ieder geval zijn door. Dus dat ja, vind ik wel fijn voor ze. Wel fijn. Maar oké, laten we doorgaan met de video. Gaan we met Rodriguez. Wereldgoaltje. Ongekend. Ja, dit doelpunt is echt de kers op de taart. Het is echt werelds. Onderkantje lat ook, ja, echt. Oh. Alles controle, het schot is echt. I love it. I love it. Wereld, zeg. We hebben hier De Rodriguez. Ik ken je doelpunt niet. Hij houdt gewoon hoog? Nee. Jezus. Wat een goal is dit dan? Zag ik nou voor land rennen ook? Waarschijnlijk wel. Die vent is zo oud inmiddels. Huh, maar hij, deze vent houdt toch gewoon even hoog? Geef dan deze. Jezus, wat een goal. Ik ben oprecht zeer benieuwd naar de komende 16 doelpunten. Als dit al zo'n doelpunt is. Die raakt me ook lekker, jongen. Hij lijkt wel een beetje op Roberto Carlos, die fan. Hé, hey, Baggio. Italië tegen Tsjechië. Nou, ik ben benieuwd. Voor mij is nummer 15 is Baggio. Dit is voor mij Baggio. Wat gaat hij doen? Ja, ja. Ja, kijk, ik vind het dus oprecht een heel mooi doelpunt. Maar ik vond die vorige dus echt veel mooier. Die vorige, dat heb ik nog nooit gezien. Dat iemand die bal hoog houdt, dan paas, dat hij hem dan zo binnenschiet. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is uiteraard ook een zeer mooi doelpunt, daar niet van. Maar ja, kijk. Het is gewoon een mooi doelpunt. Maar ja, hij loopt één man voorbij. Of twee misschien. En dan schiet hij hem binnen. Ja, is dat nummer 16? Ik weet niet hoor. Staat nergens op. Vind ik, hè. Persoonlijke mening. Ronaldinho, deze is erg goed. Ronaldinho, sowieso legend. Wat een baas. Wat een ongelofelijke baas is Ronaldinho. Oké, Edmilson. Costa Rica tegen Brazilië. Weer Brazilië, weer in 2002. Hetzelfde jaar als, als dat goaltje net. Oh, zo. What the fuck. Voor mij wonnen ze hem ook in 2002, Brazilië. Maar dat gaan we uiteraard vragen aan Siri. Hey Siri. Duitsland is verslagen door Brazilië in de finale van het... Ja, ik dacht het al. Maar dit is ook wel een vrij mooi doel, moet ik zeggen, deze omhaal. Haan. Haan. Is dat Foppen? Is dat Foppen de Haan? 1978, net kwam toen natuurlijk in de finale, maar verloren helaas. Van Argentinië, als ik het goed heb. Nee, het is Haan. Niet de Haan. Dus het zal wel niet Foppen zijn. Zo, die schiet van ver? Jezus. Als deze erin zit, kan het ook best wel dat die van Gio erin zit tegen Uruguay in 2010. Hadji. Colombia tegen Roemenië. Oh, mooi zeg. Wel matig keep, moet ik zeggen. Hadji is ook echt zo'n speler die iedereen kent gewoon omdat hij in FIFA zit, toch? En dan zullen er nu 4 mensen zijn die hem wel echt kennen. Ja, ja. Hier komt Michael Owen. Goed. Maar hij rent gewoon.
Ja, mooi doelpunt. Ik dacht dat die keeper voorbij liep, maar het was dus een speler. Die keeper had gewoon hetzelfde aan als die speler. What the fuck? Er is trouwens ook een clip van Michael Owen. Ik zou niet kijken als ik jullie was. Maar dan loopt hij gewoon met die bal en ineens klapt zijn been gewoon dubbel verkeerd om. Echt smeren, ook op een WK volgens mij. Dat is wel goed, zeg. Jongen, die keeper lijkt gewoon een speler. What the fuck? Wel een mooi doelpunt. Oprecht wel heel mooi doelpunt dit. En hier? Gemmel. Nee, tegen Nederland. Nee. Oh, er speelt gewoon 3 man uit. 3-1. Jezus, staan zelf 3-1 voor hier. Hoe kan dat? Hoe is deze wedstrijd geworden? Wel een mooi doelpunt dit trouwens. Ja, kan je zeggen wat je wil, maar werd net toch wel aardig weggespeeld hier. Zoals ik met een B-team. Waar al door, denk ik. Dit is echt smerig, jongen. Hoppa. Hij paneert zijn eigen speler volgens mij. Dat is helemaal mooi. Goed afgemaakt ook. Over de keeper heen. Uitstekend doelpuntje. Oprecht uitstekend doelpuntje. Helemaal niks mis mee. We hebben hier Eder. Brazilië tegen de Sovjet-Unie. Hij gaat nog niet schieten van daar. Oh. Oh. Oh, opgewipt. Oh, heerlijk. Heerlijk goaltje. 82. Wie is Eder dan? Die ken ik ook niet. Wat zit hij in FIFA? Dus ik heb geen idee wie het is. Oh, het is wel omhoog wippen dan schieten. Wel heerlijk. Het is wel echt Brazilië. Hier was Brazilië echt samba, jongen. Het was trouwens gewoon een stuiterbal. Het was gewoon door een polletje. Hij deed niet eens expres. Cambiasso. Nou, die kennen de meesten wel waarschijnlijk. 2006. In Duitsland. Duitsland. Echt een goede bal was dat ook. Dat is wel een mooie aanval dit. Oh, dat is heel mooi. Echt een mooi doelpunt. What the fuck. Echt heel mooi. Oprecht. Gewoon oprecht een fucking mooi doelpunt. Very nice. Bergkamp in Nederland. Ja, deze kennen we ook wel, toch? Maar dit doelpunt is mede zo mooi door het fantastische commentaar van Jack van Gelder. Als we even heel eerlijk zijn, hè. Als we even heel eerlijk zijn. What the fuck. Ook 20 seconden voor het eind was dit. Echt ziek. Ziek goaltje. Buitenkantje rechts. Wereldgoal. Wereld. Maxi Rodriguez. Oh, deze ken ik wel. Deze is ook ziek. Een ziek doelpunt dit. Holy shit. De 6 waren echt mooie doelpunten. What the fuck. Nou, 2 volgens mij. Maar wat lullig. Er zijn er echt maar 2. Letterlijk 2. Boom. Wat een doelpunt. Holy shit. Joe Cole. Deze ken ik volgens mij ook. Weer 2006. Nee. What the fuck. Hoe kan dit erin? Wat een goal. Weer de 6. Hoe kan dit, joh? Kijk nou, jezus. Is het Isaac zonder goal? Wat een wereldgoal. Jezus. Pele. Oh, nou, ik ben benieuwd. Nou. Speelt 1 speler uit. Zonder buitenspel. Bullshit. Negrete. Oh, is een aanval. Zo! Oké, dit is een mooi doelpuntje. 1986, dat is echt zo'n WK waar je gewoon nog nooit wat van gehoord hebt. Gewoon echt nooit. Gewoon niks. Oh. Celebrator gaat helemaal fout. Helemaal fout. Loopt volledig uit de hand. Dit is wel een wereldgoal dit, hè. Dat is echt heel mooi. Very nice. Weer een Braziliaan. Carlos Alberto. Dit is wel echt raar gefilmd. Oh, speel je al 3 mensen uit. 4. Oh, dan geeft hij hem al. Oké. Oh, dat was helemaal niet het ding. Ja, oké, wel een mooi teamgoal. Maar ja, is dit nummer 2 van de mooiste goals op het WK? Ik weet niet. Ik vind nog steeds die ene die iemand ging hoog houden toen, hoog speelde en die in één keer op de pantoffel van Uruguay. Die vind ik nog steeds echt wel een van de mooiste. Laat ik vooral in de comments achter welke jij de mooiste vindt. Maradona op 1, natuurlijk. Dat kan niet anders. Hé, dat is trouwens 86. Oké, dit ken ik wel. Dit is wel heel ziek, hè. Ongekend. Die oude kooksnuiver, dat is echt niet te geloven. Die vent die hier gezien, dat is een typische Argentijn. Die dikke daarachter. Ha! Kijk hem staan. Jezus, Argentijnse ga je ze niet krijgen. Ik moet zeggen, Maradona staat wel terecht op 1. Dit is echt een wereldgoal. Ik vind dit echt een wereldgoal. En hier, kijk, er zijn een paar dat iemand een spelertje uitspeelt. Maar hier, hij speelt zoveel spelers uit. En speelt ook eens de keeper uit. Oude kooksnuiver, jongen. Op nummer 1, wat goed. In ieder geval, met die nummer 1 ben ik het wel eens. Ik zou persoonlijk wel op nummer 2 die hoog houden. Pasen, boom! Van Uruguay erin hebben gezet. Maar ja, laat vooral in de comment achter wat jouw nummer 1 is. Of noem maar je nummer 1 en 2. Want nummer 1, ja, ik denk dat het bij Maradona bij veel mensen op 1 staat. Ik hoop je deze video leuk vond. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje op deze video. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En zie ik je weer bij de volgende video. Als je like, veel meer de volgende keer. Zeg doei! Later!